Yes, vandaag ga ik de cassava wraps maken. In het Portugees, dit is mandioca. Maar ik ga eerst de tapioca van maken. Let's go. Hij is hier klaar. Miumie. Ik heb dit bij de toko gehad. Heb ik gelijk laten snijden en heb ik gewoon ook geproefd. Want sommige zijn niet zoet. Dus deze was wel een goeie. Een stukje. Lekker zoet. Ga ik ze even snijden. En schillen. Hij is makkelijk om te schillen. Dit moet ook eruit. De middenste lijntje, deze, moet eruit. Nou, voor deze moet je echt spierballen voor hebben. Oh. Ik heb ze allemaal hier. Nu ga ik ze even wassen. Ze zijn gewassen. Nu ga ik ze hier op doen. Drogen. Hoe minder vocht, hoe beter. Ja, ze zijn helemaal. Dan ga ik ze hierin doen. Ze zijn hier. Nu ga ik beginnen met raspen. Nou, als ik hiermee doorga, gaat het heel lang duren. Ik ga anders doen. Ik ga het even in kleine stukjes snijden, kleine blokjes, ongeveer zo. Ik heb ze allemaal in blokjes gemaakt, heb ik hierin gedaan. Nou, in de hak molen. Zo doen, erin doen. Gaat goed. Zo doen. Deze gaat veel beter. En sneller moeten. Hij is klaar. Nu kan ik wel hier op het bord. Kijk. Nou, kijk. Nou, nu ga ik mijn wraps maken, want eigenlijk was mijn ontbijt. Nu wordt het een ontbijt en lunch. Kijk, een beetje boter. Het moet goed warm zijn. Even wachten. Hij is nu warm. Het is tapioca vers. Zo uit, maar alle gaatjes moet dicht. Anders krijg ik gewoon gaatjes in de midden. Dus ik ga nog verder. Kijk, ik moet dan even. Het ziet er zo uit. Nu gaat die vanzelf bakken. Hij is al zo ver, dus ik heb de vuur een beetje zacht gezet. Hij ziet er zo uit. Dan ga ik hem omkeren. Even kijken. Zo. Kijk, hij ziet er zo uit. Ga ik nu weer een andere kant leggen. Yes. Ja. Kijk. Yes. Kijk, hij blijft gewoon lekker los in de koekenpan. Ideaal dit. Zo, hij is klaar. Ik kan hem gewoon zo normaal eruit halen. Kijk hoe krokant is dit. Yes. Kijk hoe lekker is dit. Miumi. Voilà, nu is de topping. Kijk eens. Nossas mãos no mesmo volante. Kijk. Dat is maple siroop. Doe ik een klein beetje op.
Want ik wil kaneel erop gaan strooien. En dan dat het zorgt dat het wordt goed gepakt. Ja, ik wil niet zoveel, want ik wil proeven die cassava. En dan ga ik maar één kant, zeg maar, beleggen. Want deze gaat erop. Griekse yoghurt. Moet maar alleen maar één kant. Nossas mãos no mesmo volante em direção da lua. En dan heb ik een beetje jam. Dat is ongezoet prima jam. Zo weg. Pega suas coisas e vem morar comigo. Het is een Braziliaanse liedje. En omdat Brazilianen houden van tapioca. En dat is de reden die ik aan het zingen ben. Probeer ik. Hij ziet er zo uit. En nu komen de aardbeien erop. Oep. Hij ziet er zo uit met aardbeien. En nu ga ik een klein beetje ook maple siroop erop doen, want ik ga weer nog een beetje kaneel erop. Kan ook chocolade hoor. Doe een beetje kaneel erop. Ik heb ook chocoladepoeder, maar ik wil gewoon zo houden. Dan weet ik precies hoe het smaakt. Alleen met één ding. Nu ga ik hem door midden snijden. En dan ga ik opeten. Even kijken. Hij is heel lekker. Maar voor mij mag ietsje zoeter zijn, want in de jam zit geen suiker in. Nou. En nu op de tweede helft ga ik een beetje oerzoet erop strooien. Want ik wil ietsje zoet hebben. Want je wil iets gezond eten, maar het moet niet te gezond. Het moet gewoon lekker zijn. Daar gaat het om. Je moet het gevoel hebben dat je echt lekker hebt gegeten. Dat is ook heel belangrijk. Dus ga een beetje oerzoet. Dat is ongeraffineerde suiker van de rietsuikerplant. Er zitten alle vitamine en mineralen hier. Kijk. Nu wel. Heerlijk. Echt, serieus. Dit is een heel lekker ontbijt. Maar de cassava raspen kan je ook zeg maar in portie verdelen in de koelkast plaatsen. Misschien voor 3 dagen. En als je wil voor langer, dan kan je gewoon ook in porties in de diepvriezer. Haal je een dag van tevoren uit. En dan doe je gewoon je ontbijt. Nou, de zoete gerecht moet echt zoet zijn. Maar dan moet je gebruiken de gezonde zoet natuurlijk. Geen suiker uit de suikerpot, zeg maar. Witte suiker. Dat is heel slecht voor je darm. Die gaat juist voeden de slechte bacteriën in je darm. En de laatste. En deze ga ik een beetje vanzelf laten drogen en dan in de koelkast plaatsen.